Welkom allemaal. Welkom in het GetLab. Wat we hier doen is alles uitlenen aan studenten en dan ontdekken wij ook de zin en de onzin van technologie. Maar wij stellen het GetLab ook open voor professionals uit het werkveld om technologie te ervaren en te ontdekken. Het is robot Maatje. Maatje kun je helemaal inprogrammeren dat hij van alles voor je doet. We zijn hier in het GetLab met allemaal jongerenwerkers en we zijn heel erg bezig geweest met de ontwikkeling van online jongerenwerk. Maar ook de jongerenwerker met zijn digipack, dus de technologie in zijn rugzak. We willen die rugzak overal kunnen inzetten. Als we jongeren op straat zien, spreken we die aan, maar we zijn ook heel veel op scholen. We koppelen ook continu de jongeren eraan om te testen van is dit wat je wil, is dit wat je tof vindt of wat wil je eruit halen. En daar leren wij van. Wij proberen al die kennis te verzamelen en studenten en docenten ook van input te gaan voorzien wanneer ze iets gaan inzetten in de praktijk. Dit is nou echt iets wat ik in zou kunnen zetten op scholen, want het brengt zeg maar de digitale wereld en de echte wereld mooi dicht bij elkaar. Dus waar je een app hebt met reflexes en lampjes, heb je ook gewoon nog de echte klassieke oude spoor. Dus het activeert je ook op een andere manier. De internetverbinding is oké, ik ga nu starten. VR worden studenten heel erg enthousiast van en het werkveld ook. Er is ook heel veel gratis content te verkrijgen. We staan nu in een kleedkamer. Er is heel veel verschillende hardware, heel veel verschillende software. Maar we zetten ook technologieën in om de gemoedstoestand van mensen te verbeteren. Ik heb een Muse op mijn hoofd. Dat is voor meditatie, dat meet dan je hersengolven. Ja, dit kan de jongeren wel echt helpen om rustig te worden. Of in ieder geval erachter te kunnen komen of je mind al kalm is en hoe je jezelf kan trainen om die weer kalm te krijgen.